De kunstenares Roosje Verschoor heeft eerder deze maand haar fotografiewerk gepresenteerd in Mungo. Ze heeft dit werk geproduceerd als artist in residence bij de Timbe Art. Verschoor heeft eigenzinnige kunstfoto's gemaakt op verlaten plekken in Mungo, zoals de tennisbaan, het Beatrix Theater en de sociëteitsclub Casablanca. De residentie of verblijf van Verschoor werd vanuit het Mondriaan Fonds ondersteund door Stichting Kiwi. De kunstenares heeft onderzoek gedaan naar de gezamenlijke en individuele identiteit in Mungo. Ze heeft in samenwerking met andere kunstenaars teken-, schilder- en fotoworkshops gegeven aan kinderen in Mungo en omgeving. De kinderen werden daarbij uitgedaagd om na te denken over hoe zij zichzelf en elkaar zien, zegt Verschoor. Ik vind het sowieso heel leuk om met jongeren te werken, omdat ze allemaal heel expressief zijn. Ze willen zich graag uiten, ze willen graag vertellen wie ze zijn en wat ze kunnen, waar ze van houden. En deze jongeren zijn allemaal best wel talentvol en heel ambitieus. Dus voor mij was het een hele positieve ervaring. En gaandeweg toen je dit project langzaam vorm gaf, hoe ging dat eigenlijk? Lukt het steeds om je foto's tot uiteindelijk wat ze nu zijn te vorm te geven? Nou, er waren wel tegenslagen in het proces. Bijvoorbeeld gewoon regen. Of iemand die ineens naar de stad was, terwijl ik dacht dat we hadden afgesproken om te gaan fotograferen. Dan waren er nog allemaal problemen met printen. Dat is normaal. Als fotograaf moet je gewoon accepteren dat alles, zodra je zeg maar klaar bent met fotograferen, alles daarna is alleen maar ellende. Dan ga je ergens naartoe, dan zeg je ik wil het zo, dan zeggen ze dat kan niet. Dan zeg je ja, maar ik wil het toch. Ga je ergens anders heen, dan zeggen ze ja, het kan. Bellen ze daarna, nee, kan toch niet. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Trots op het resultaat? Ja, ik ben trots op het resultaat, ja. Stichting Kiwi organiseert sinds 2010 in Mungo het Artist in Residence programma voor lokale en internationale kunstenaars. Het gaat hierbij om een plek waar zij gedurende 3 maanden kunnen wonen en werken met de lokale gemeenschap. Dit programma is onderdeel van een groter proces dat geïnitieerd is door Marcel Pinas met als doel kunst en cultuur in te zetten in Marowijne. Ook moet dit proces het zelfvertrouwen en bewustzijn vergroten en daarmee mogelijkheden voor de gemeenschap creëren voor wederopbouw. Eigenlijk toen ik begon met het idee om, zeg maar, na de Binnenlandse Oorlog, wat er allemaal is gebeurd, de effecten op de community, ik heb ook eronder geleden. Weet je, daar denk ik van, ik moet iets betekenen voor mijn community. Dus daar ben ik gewoon komen werken in de community. Maar ik heb in het hele proces heb ik geleerd van, hey, ik kan het niet alleen. Ik moet andere mensen interesseren om een bijdrage te leveren. Want die andere mensen die denken anders, ze zien dingen anders die ik niet zie. Weet je, en dat is heel belangrijk. En het verhaal vertelt Marcel Pinas niet alleen, maar er zijn andere kunstenaars die al klassisch geweest, Ken Dorson, you name it. En mensen uit Nederland, uit Afrika, uit Engeland, uit Amerika. Uit Frankrijk, weet je, dat zijn allemaal die ook een bijdrage hebben geleverd om dit project te helpen realiseren. En dat is heel belangrijk, want dan zegt Marcel Pinas het niet alleen. Maar dat zijn ook andere mensen die daar een bijdrage hebben geleverd. En dat vind ik goed. Kunstenaar Marcel Pinas. De kunstenares Roosje Verschoor heeft eerder deze maand haar werk gepresenteerd dat ze heeft vervaardigd in Mungo. Verschoor produceerde haar werk als artist in residence bij de Timbe Art Studio in Mungo.